Vier politiefunctionarissen zijn gisteren door minister Kenneth Amoxie benoemd in het veranderd managementteam van het Korps Politie Suriname. Ruben Kensen is bevorderd tot commissaris van politie, terwijl Ryan Isaacs en Rishi Akal in een later stadium bevorderd zullen worden. Samen met Stanley Shangour, die eerder al benoemd was tot commissaris, vormen ze het nieuwe veranderd managementteam van het KPS. Tot hun taken behoren onder meer het opheffen van het personeelstekort en het bespoedigen van opleidingen voor hoger kader. Dit traject zal een minimale tijdsduur van 6 maanden beslaan, geeft minister Amoxie aan. Voor de regering is het van belang dat de politie goed equip is, zodat er goede politiezorg gegeven kan worden. Ook de samenwerking met Defensie zal geïntensiveerd worden. Deze samenwerking zal vooral zijn op het gebied van trainingen, uitwisseling van manschappen en ondersteuning bij surveillance en acties in het binnenland.